Kassa die liet in december als eerste programma zien dat buitenlandse artsen wel regelmatig medicatie voorschrijven tegen symptomen van long-covid. Ook ontdekte Kassa toen dat er in Duitsland meer dan 100 speciale klinieken voor long-covid-patiënten zijn. In de reportage die je nu gaat zien, tonen we aan dat in het buitenland als standaardbehandeling ook medicatie wordt voorgeschreven aan kinderen met long-covid. Bijvoorbeeld door de vooraanstaande Italiaanse kinderarts en onderzoeker Danilo Buensenso. En dat was reden genoeg voor ons om naar Rome te gaan en met eigen ogen te zien hoe deze arts zijn jonge patiënten behandelt en of internationale onderzoeken hoop bieden. Het gerenommeerde Gemelli-ziekenhuis in Rome is een van de eerste ziekenhuizen die long covid als een lichamelijke ziekte ziet. Buongiorno. Hallo. Hi, my name is Amber. Danilo Buensenso, yes. Nice to meet you. Hier ontmoet Amber kinderarts Danilo Buensenso. Hij wordt gezien als dé pionier op het gebied van onderzoek naar en behandeling van long covid bij kinderen. What kind of medical tests do you do to diagnose children with long COVID? For children, we have a personalized approach. So if a child has neurocognitive issues, we do a brain PET. And then we do some research studies that are showing us that children really have abnormal and objective differences, children with long COVID, compared to healthy control. So this is a real organic disease. Their children are being sent to a psychologist or a physiotherapist, and that frustrates a lot of parents in the Netherlands because they say this disease is not being taken seriously enough. Do you understand their frustration? I understand their frustration because if you see a child with long COVID, this child looks very healthy. It looks normal. This is why it's probably easy for some to believe that this can be something psychologically related, for example, to pandemic restrictions. Luckily, now things are a bit changing. Many doctors are being more aware because more and more studies have demonstrated that all over the world there are children, not only adults, but also children and adolescents having the very same complaint in Italy, in the Netherlands, and whatever. Mm-hmm. And research is showing us that this is actually a very common a disease like any other. Long COVID is nieuw. Toch zien de specialisten medische aandoeningen bij long COVID die al wel bekend zijn en behandelbaar. Zoals chronische hoofdpijn en POTS, een syndroom met een verhoogde hartslag bij het opstaan. Which options do you have of treating those children? So first we treat what we can. So if we recognize POTS in a child, we treat with a vibratine. If we diagnose an untreatable chronic headache, which impairs a lot of daily life, we use medications like gabapentin. And then we have, for the most severe cases, some off-label treatments, of course, with family approval and deep discussion. When we have some children that are very desperate because their life is completely impaired, it is something that we have sometimes discussed. This is not something we can say that this treatment should be routine. But when I refer to POTS, for example, and headache, this is not something off-label because there are guidance already available. Een van de patiënten van Dr. Buensenso is de 14-jarige Nicola. I used to do a lot of sports. I play football. Since I got COVID, I had to stop everything. It's a very great block to your normal life. In de afgelopen periode heeft Nicola verschillende medicijnen uitgeprobeerd. I do every day an injection of heparin. And this last treatment, I started it like 4 months ago. It improved a lot of my life. Step by step, start sports a bit, but it's a very, very huge change. We have many children that are feeling better. Some children, they are entirely recovered. Some cases have also been published already. So we definitely have successful stories. In het Gemelli-ziekenhuis gaan behandeling en onderzoek samen. En dat is wat de meerderheid van de Tweede Kamer ook graag wil. Een expertisecentrum voor long-covid. Do you think it is important to do treatment and research hand in hand? Is that valuable?
Yes, I think it's necessary because, okay. as I said, we don't have a standard guideline. Mm-hmm. So the best would be that whatever we do is recorded within a research registry, because we still need to understand the better options. We need to compare our data with other centers. So definitely, I think no patients with long COVID should be managed out of research settings. So as far as I can conclude, a lot of specialists take this very seriously, but governments need to step up their game and invest more in this. Yes, exactly. The pediatric long COVID field is still severely underfunded and neglected because of this psychological theory. And this is something we need to fight together, so I support the associations. I think that the standard of care should be trying our best to care for these children from both a mental health and an organic perspective. Ilona, treat what you can, zegt deze Italiaanse arts. Ja. Hoe is dat voor jou om dit te zien? Ik zou heel graag willen dat onze dochter Elin iets zou kunnen krijgen. Natuurlijk wel binnen perken dat het ook verstandig is. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, waarom doen we dat hier dan niet? Ik bedoel, het zijn bestaande geneesmiddelen, er is niks nieuws aan. Waarom mag dat hier niet? Ja. Het doet ook wel een beetje pijn, moet ik zeggen. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Ik kan me goed voorstellen. En Maurice, daar zul jij hetzelfde over denken. Want jij bent de vader van Vera. Ja, klopt. Zij is 9 jaar. Ja. En hoe lang is zij al ziek? 2,5 jaar nu. Ja, en zoals zoveel verhalen, zoals zoveel kinderen, eigenlijk tot heel weinig in staat. 3 keer in de week een uurtje naar school toe. En voor de rest thuis. Ja. En jij wil graag wat zeggen. Ik wil graag wat zeggen. Tegen Nederland, eigenlijk tegen de politici daar in Den Haag. Ja. Ja, tegen politiek Den Haag. Die camera mag je pakken. Dank je wel. Neem je moment. Ja, tegen politiek Den Haag, zorgverzekeraars, zorginstellingen. Stop met praten, stop met naar elkaar toewijzen. Pak die handschoen op. Zorg dat er in Nederland, zoals Italiaans model, Duits model, voorzieningen komen. Dat er gedegen onderzoek kan plaatsvinden. Behandeling, zodat onze zieke kinderen weer het stukje kind zijn kunnen gaan beleven. En weer zicht hebben op een zorgeloze toekomst.